het is eindelijk zover. De competitie gaat beginnen in de lagere klasse. En dan zijn we bij de opening van het seizoen bij de burenruzie, om het zo te zeggen, tussen MMO en Woubrugge. Ofwel, we zijn in Hoogmade, waar MMO kampioen werd van de vijfde klasse en nu dus terugkeert naar de vierde klasse tegen de oude bekende Woubrugge. MMO, vaak in dit soort wedstrijden winnend van het veld stappend. En de vraag is of dat nu ook gaat lukken. Daar met wat vuurwerk op de achtergrond en natuurlijk de pupil van de week die op zoek gaat naar de eerste treffer van de middag. Ja, de wedstrijd tussen MMO en Woubrugge, waarbij gesteld moet worden dat MMO het moet stellen vandaag zonder Richard Bakker en Jelle van Tol. Twee belangrijke krachten en dat zal ongetwijfeld gaan schelen voor de ploeg van Jorik Boon. Daar mijn eerste wapenfeitje via Vince Angenent levert verder niets op. Woubrugge, ja, dat bereikte vorig seizoen de na-competitie, moest zich daarin veiligstellen en dat lukte redelijk overtuigend, zeker in de finale wedstrijd. Nu dus beide weer uitkomen in de vierde klasse met Dartijn van der Meent die daar naar de grond gaat. Ja, ik denk niet dat er heel veel aan de hand is eigenlijk van geen overtreding is van Gijs en Hertog. Ja, misschien een lichte overtreding, maar zeker geen kwaad in het in de bedoeling. Dan uiteindelijk, oei, die bal die krult daar op de paal. Daar was dat Tijn van der Meent die bijna de 1-0 maakt voor de thuisploeg. Prima poging moet gezegd worden. Den Hertog aan de grond genageld, maar het blijft bij 0 tegen 0. Daar, kopbal, die wordt dan van de doellijn afgehaald. En zo hebben beide ploegen al wat gevaar kunnen stichten in die openingsfase van de wedstrijd. Een wedstrijd die geleid wordt door scheidsrechter Van der Meer. MMO, de thuisploeg, wat kan het daar in aanvallend opzicht doen? Daar een luchtduel wordt uitgevochten, kan dan Van der Meent doorzetten. Vindt dan een collega, dan moet die bal naar de linkerkant. Duurt allemaal wel wat lang daar via Van der Fiets. Dan komt daar toch nog een schot, maar dat is meer een schotje van Dirk Zwaan. Zoals gezegd, Bakker en Van Tol niet aanwezig. Creativiteit van Bakker wordt gemist en Van Tol met zijn snelle acties. Die durft een actie te maken. Maar goed, MMO doet het lang niet verkeerd in de eerste helft. Daar met een inzet kan dan uiteindelijk Gijs den Hertog niet verrassen. Zijn we bij de 20e minuut van de wedstrijd. Wanneer Woubrugge die bal oppikt en verlegt naar de linkerkant. Daar is het Dennis Boer. Komt dan met een uitstekende voorzet. En dan gaat daar een goal vallen, denk ik. Nee, die bal die belandt dan uiteindelijk op de lat. En dat is echt wel pech daar voor Kevin Veldman. Die leek hier de 0-1 te maken voor de ploeg van Joey Riebroek, de nieuwe trainer. Dat is een pittige overtreding en dat lijkt me een gele kaart. Ja, onder de ogen van de scheidsrechter, dat lijkt mij heel duidelijk. En zo zouden er uiteindelijk 6 gele kaarten worden uitgedeeld. Ja, daar, we moeten toch maar zeggen, de karakteristieke molen in Hoogmade die dit complex zo karakteriseert. Daar Woubrugge dan inmiddels aan de rechterkant. Wordt dan een van de middenvelders gezocht. Krijgt MMO die bal niet weg. En dan krijgen we een schot aan de tweede lijn. En is het raak. Ja, ja. Het is daar Gino Rolves opgesteld als middelste middenvelder. Die daar die bal uiteindelijk voor zijn voeten krijgt. En droogjes uithaalt. En dan kan Albin van Wieringen daar geen antwoord op geven. En dan is het 0 tegen 1 voor de gasten. Daar kijkt Van Wieringen die bal na, maar die ligt toch echt in het netje. Daar dan opnieuw Angenent weg. Dan de redding van Wieringen. En dan werpt hij zich op zijn prooi. En is het gevaar van nu even geweken. Maar MMO kijkt dus wel tegen een 1-0 achterstand aan. Probeert dan hier uit te verdedigen. Nou, dat lukt met enige moeite. Wordt de bal toch wordt opgevangen door Woubrugge. En dat is een hele vervelende overtreding op Ruben van Rijn. Ja, dat is een gele kaart voor Maaikie van der Meer, dat zal hij zelf ook wel beseffen. En Dennis Boer vraagt zelfs, is dat niet meer? Maar de scheidsrechter deelt geen rode kaart uit. Zoals gezegd, 6 gele kaarten uiteindelijk. Daar met die poging van Boer wordt dan gekeerd door Van Wieringen. Dan loopt de aanval nog door voor Woubrugge. Kan MMO uitverdedigen, gaat wel met de nodige moeite. Maar dan blijft het bij het ene doelpunt hier voor de rust. Woubrugge dus op 0 tegen 1. Ploeg van Riebroek. Daar aan de rechterkant met goed werk van Rolves. Wordt dan nog wel fel op de bal gezeten. Blijft Woubrugge in balbezit. Kan de MMO overnemen. Dan is het weer Woubrugge. Ja, het is een beetje een flipperkast gehalte nu. Het schot uit de tweede lijn. Nou, dat gaat niet eens zo ver over hoor.
via Kevin Veldman. En dan uiteindelijk de redding van Albin van Wieringen. De corner levert niets op. MMO dan via de aanvoerder Danny Hogeboom. Danny Hogeboom legt die bal daar af naar Nacho Baks. Moet hij met een voorzet komen. Die komt daar wel. Blijft een beetje hangen door de wind. En dan is hij uiteindelijk gevangen door Gijs den Hertog. Pauw Brugge dan op rechts hier met een poging in de 16 te geraken. Dat lukt niet, maar de centrale verdedigers kunnen daar opvangen via Kelvin Hogendoorn. Dan is het Pauw Brugge daar met een schot uit de tweede lijn. Ja, het is een hele dappere poging uiteindelijk wel. Ik denk dat dat Ruben van Rijn was om het zo te zien. Maar een redding van Doelman blijft er dus bij die ene treffer. Dan op links Pauw Brugge weg. Pauw Brugge, ja, je ziet het vanaf dit complex bijna verder liggen. Kijk eens wat een raar moment. Bal dan uiteindelijk via de verdediger. Ik denk dat dat Boek van der Meer is geweest. Die dan bijna een eigen doel werkt. Zover komt het niet. En zo blijft de spanning aanwezig bij deze wedstrijd. Nog steeds 0-1. Daar met een poging uit de tweede lijn. Aardig schotje, maar Den Hertog, de doelman aan Pauw Brugge zijde, laat zich niet ringen horen. Krijgen we een hoekschop vanaf de linkerkant. Wordt dan ongetwijfeld neergelegd bij de eerste paal. Dat klopt. En daar zit dan wel een handje bij, denk ik. Ja, daar wordt naar de stip gewezen. Ja, misschien wel wat ongelukkig, die handbal van Boet van der Meer. Maar daar zit inderdaad wel een hand bij. Ja, dan is het uiteindelijk toch wel terecht dat die bal op de stip gaat. En kunnen we ervan uitgaan dat het 0-2 wordt. Want achter de bal doelpuntenmaker Dennis Boer. Dennis Boer aanloop, kort inhouden. En inderdaad, hij scoort heel makkelijk. Vingertje omhoog. En zo staat Pauw Brugge op een comfortabele 2-0 voorsprong. Hier na die gegeven strafschop. Ja, daar viel niks op aan te merken. Gewoon een handsbal. En dat is een duidelijke straf. En dan lijkt Pauw Brugge binnen voor deze wedstrijd. Ja, MMO bouwt vaak successen boekend tegen Pauw Brugge. Maar het lijkt nu toch mis te gaan op eigen veld bij de eerste wedstrijd van het seizoen. Daar een goede aanvalsopzet van Pauw Brugge aan de rechterkant. Wordt dan even teruggelegd. En dan nog een aardige poging van Jans Schipper. Ook een van de nieuwelingen bij de ploeg van Rietbroek. MMO dan inmiddels aan de overzijde met een hoekschop. Die komt daar voor. Kan die 1-2 nog vallen? Nee, wordt in eerste instantie weggekopt. Dan nog een schot uit de tweede lijn van Hogeboom. Maar die bal gaat naast. Dus is onderweg wel aangeraakt. Nog steeds een hoekschop. Maar dat levert dan niets op voor de ploeg van Jorik Boom. MMO blijft het wel proberen. Maar weet dat het nu echt wel tegen de tijd vecht. Nu dan nog een schot uit de draai. Dat is ook niet eens zo slecht. Maar die bal gaat wel over het doel. En zo blijven de groen-witte vandaag op nul steken. Zo lijkt het daar met op de achtergrond de regenboog. Want het was merkwaardig weer. Dan weer een bui. Dan weer een fel zonnetje. En nu die grijze lucht. Nou, daar dan de 2-0. Nee, Robin van Hulst krijgt die bal niet bij een van zijn collega's. Wordt die bal wel opgepakt daar aan de linkerzijde. Dan komt daar dan alsnog een poging. En die komt er wel. Maar blijft het nog steeds bij die twee treffers. Zitten we echt in de allerlaatste tellen van deze wedstrijd. En gaat Pauw Brugge de eerste wedstrijd van het seizoen winnen van MMO. Verdiende zegen 0-2.